Welkom bij een nieuwe aflevering van Surinamers Overal. En vandaag gaan we bellen met oom Henk. Oom Henk. Ja. Hij staat ready. Met Henk, goeiedag. Goedemiddag, mag ik zeggen oom Henk? Goedemiddag, senor. Hoe gaat het met u? Goed. En met jullie in Suriname. Ik hoor ook... Die muziek is luid, ik hoor je bijna niet. Oh, oké, ik hoor u wel helder. Ja, ik hoor nu wel. Ik hoor ook de muziek op de achtergrond. Ja, dat is om de sfeer een beetje erin te houden. Ja. Leuk hè, leuk. Ja. Nou, met ons in Suriname, het moet wel lukken. Heel veel ellende, maar we houden het hoofd wel boven water. Ja, natuurlijk. Ik kan me voorstellen. Waar ik kan voor, zal ik het doen. Goed. Wat was u bezig te doen? We hebben Henk Heilbron aan de lijn trouwens. Wat was u bezig aan het doen? Kunt u de vraag herhalen? Want ik hoor een gekraak op de lijn. Oh, wat was u bezig te doen? Ik was net een beetje aan het neusen. Ik ga rijst koken, want dan gaan we eten zo meteen toch. Oké, u gaat koken. U heeft gekookt. Mevrouw had wat bruine bonen klaar en je weet, bruine bonen is de volgende dag het lekkerste. Ja, dat is zo. Dat is van gisteren, dus van ja, sweetie. Goed, waar bevindt u zich? Ik ben nu in Alkmaar, in Nederland, Noord-Holland. Oké, we hadden u vorig jaar ook gesproken. Voor de mensen die het gemist hebben, kunt u ons vertellen, waar bent u geboren, waar bent u opgegroeid? Ik ben in Suriname, Paramaribo, geboren in 1953, op 10 mei. Oh. En in 1973, dat was ik geloof ik 20, ben ik naar Nederland gekomen. En jong, het is nu mijn 50ste jaar hier in dit land. Ja. En ik verlang nu nog meer naar Suriname. Dat is mijn edatie momenteel. Ja. Oké. Kunt u het een beetje uitleggen? Want vele mensen hier denken van... we willen weg als we de mogelijkheid zouden krijgen, want het gaat niet goed. Maar u wilt juist terug. Ja, kijk. Kijk, als je wat jaren hier hebt gewerkt, dan heb je een pensioentje overgehouden. Mm-hmm. En dan kan je daarmee nog rondkomen, denk ik, hoop ik. En je weet, het thuisland roept altijd. Mm-hmm. Dat snappen velen niet. Ja. Wij wonen hier in Nederland en men denkt gewoon dat wij dat niet kunnen volhouden. Tuurlijk houden we het vol, maar we denken toch altijd aan Suriname. Hoe dan ook, je woont in het andere land, maar je wil toch je geboortegrond wil je in gedachten blijven houden. Zoals we in het Surinaam zeggen, na pimi kumba teberi, na drapemi wa de eigenlijk, snap je? Kunt u het gevoel beschrijven? Want ik hoor dat ook van vele andere Surinamers in merendeels Nederland, die zeggen van ik wil echt terug naar Suriname. Kunt u het gevoel beschrijven? Ja, kijk. Waarom wil u zo terug? Ja. Kijk, ik woon nu, dit is mijn 50ste jaar in Nederland dat ik dus hier woon. Ja. En op een of andere manier, ik weet niet of het iedereen overkomt hoor, enkele vrienden van mij wel. Ja. Maar op een of andere manier is het in me gekomen dat ik... Ja. U valt weg, kunt u even herhalen? Ojee. Hallo? Ja, kunt u dat even herhalen? Ik hoor muziek op de achtergrond, dan hoor ik mezelf niet goed. Oké, ik zet het minder luid. Ja, kunt u herhalen, want u viel even weg. Ja, kijk, iedereen die in het buitenland woont, als je van je geboorteland houdt, zal je altijd eraan terugdenken. Mm-hmm. En een aantal zullen altijd terug willen keren. Ik ook. En vandaar. En misschien lukt het mij niet, misschien wel. Maar ik hou van het land. Ik ben vorig jaar zelf nog geweest. Ja. Dus ik denk niet dat er een beletsel is om mij tegen te houden.
Oké. Van die gedachte tenminste. Ja. U vertrok op jonge leeftijd naar Nederland. Wat bent u daar allemaal? Wat heeft u allemaal gedaan? Ik heb jaren gewerkt. Ik heb voor mezelf gewerkt in de horeca een aantal jaren. En uiteindelijk ben ik in de zorg beland. Ik heb gewerkt met mensen met hersenbeperking, autisten. En sinds wat jaren ben ik gepensioneerd. Ja. En natuurlijk wilde ik niet in een zwart gat vallen. Dus ik ben me bezig gehouden met allerlei met evenementen. Ja. En, ik heb een stichting opgericht. En daarmee hou ik me bezig om bijvoorbeeld kinderen in Suriname, want daar zie je het al, daar hoor je het al. Ik heb een zwak voor het land en voor de kinderen in het bijzonder. Dus met de stichting, via de stichting, sturen wij schoolspullen naar Suriname. En daar hou ik me mee bezig. Wij krijgen hier geen subsidie, vandaar dat wij af en toe evenementen organiseren. Met het geld dat overblijft, kunnen wij dus de dozen, de spullen bekostigen. Afgelopen zaterdag hadden we weer zo'n evenement georganiseerd. En nu gaan wij dozen halen om de boel in te pakken en te sturen naar Suriname, naar de weeskinderen, naar de scholen. Want ik weet dat het daar hard nodig is bij jullie. Ja. En ik ben nu bezig samen met de werkgroep een kittikotti-viering in Alkmaar te vieren. Eindelijk in Alkmaar, omdat de gemeente en bureau antidiscriminatie ermee eens zijn dat we het ook eens in eindelijk kunnen gaan vieren. Dus ik zit in de werkgroep. We zijn bezig met de voorbereidingen. Het wordt gezellig. Het wordt een heel groot evenement met verschillende artiesten, bandjes, eten. Je kent dat op een festival. Ja. Dus zo kom ik mijn dagen door. Okay. En ik baal niet. Ik verveel me niet. Ik heb mijn eigen radiozender thuis ook. Ja, Krere Radio, hè? Krere Radio, ja. Dus ik ben zo druk bezig. Ik zal nooit in een gat vallen. En wat draait u zoal voor de mensen? Alles. Ik draai Chinees, ik draai Hindoestaans, ik draai Javaans, Kaseko. Ja. Alles, bijna alles draai ik. Oké, okay. Waar kan men luisteren naar uw zender online? Ja, online ben ik te beluisteren. Ja. Ik heb een aantal luisteraars. En ja, ik ben niet iedere dag on air, niet in de lucht. Ja, ja. Maar de uren dat ik er ben, dan heb ik toch een aantal luisteraars. En één ding zeg ik altijd. Als er maar mensen zijn die luisteren, ben ik al blij. En als ik zelf ook nog muziek maak, ben ik ook blij. Dus ik maak er toch een aantal mensen blij in ieder geval. En die vinden het leuk. Okay. U bent zo druk bezig in Alkmaar. Komt u veel Surinamers daar tegen? Ja, niet zo erg veel hoor, want het is een kleine stad. Ik heb nog geen beeld, jaren geleden had ik dat wel. Maar nu moet ik weer op onderzoek gaan hoeveel er wonen. En je weet, hier speelt men tegenwoordig niet zoveel privégegevens meer naar anderen toe. Ja. Dus op een of andere manier zou ik het willen weten. Maar ik ontmoet wel een aantal hoor, waarmee ik heel goed bevriend ben. Oké, okay. En dus in uw vrije tijd, u heeft nauwelijks vrije tijd. Jawel, ik ontspan me ook al. Daar moet ik voor zorgen, toch? Oké. Ja, en wat doet u aan ontspanning? Pardon? Wat doet u om te ontspannen? Nou, dan zit ik op de computer. Ik zoek muziek, ik doe van alles. Ik lees Surinaams nieuws in het bijzonder. Ja. En ik ga 3 keer in de week naar de sportschool. Want je moet in conditie blijven, toch? Ja, sowieso. En dat vooral. En ja, ik hoef geen Schwarzenegger te worden. Maar ik moet wel fit zijn. Ja, snap je? Dat is zo. Dus zo doe ik het een beetje. En af en toe eruit. We gaan naar de kleinkinderen die sporten, die voetballen, basketballen. Dus daar gaan wij naartoe. Af en toe naar een dansie. Dus er is vaak wat te doen hoor. Maar daarnaast ben ik ook veel thuis om lekker te relaxen en mijn hoofd koel te houden voordat ik weer iets onderneem. Oké. Okay. U bent supporter van AZ? Wat zegt u? Bent u supporter van AZ? Ik versta u heel goed slecht nu. Bent u supporter van AZ?
Ja, zeker. Ja, zeker. Het is onze stad, hè, dus ik moet die boys supporten. Ik ga niet meer naar voetbalwedstrijden, hoor. Maar ik hou van hun spel, ja, zeker. Oké. Kookt u of doet die vrouw dat merendeels? We koken samen en alhoewel de laatste tijd, de laatste weken heb ik niet zoveel gekookt meer. Mm. En gisteren nog zei ze, Henk, het wordt tijd dat jij weer iets klaar gaat maken. Dus ik, ik neem me voor om, ik denk dat ik morgen een lekkere zuurkool ga klaarmaken. Milosting. Okay. Ja. Hi. Jullie koken overwegend Surinaams of ook andere? Ja, maar af en toe eten we ook gewoon aardappel, hoor. Oké. Als je na zoveel jaren bij je zodanig ingeburgerd dat je ook die aardappel lust. En niet te veel rijst ook, hè. Je moet variëren toch. Alles moet spannend blijven. En soms eet ik ook een gronjang. Dan waan ik me in Suriname met die bachao en die zoutvisie. Ja. U bent voorzitter van Stichting Creëren Creëren. Heel veel activiteiten. Werkt u met een team? Hoeveel mensen heeft u onder zich? Hoe gaat dat? Ja, kijk, we hebben het bestuur en daar doen we het mee. En we hebben vrijwilligers die meedoen. En daar mag ik niet over klagen. Mm-hmm. Dus er zijn een paar mensen dus die ons ondersteunen. Daar ben ik blij mee. Ja. En hoe bent u op de naam gekomen van de stichting? Creëren, creëren. Om eerlijk te zijn, je moet altijd vooraf gaan zoeken naar een naam. Ja. En ik hou van bloemen, ik hou van de natuur. En ik kwam erachter dat de meeste bloemen al gebruikt worden. Standvast, zonnebloem. Mm-hmm. Dus ik ben gaan nadenken toen dat ik creëren was altijd een bloem die ik mooi en typisch vond. Dat weten jullie zelf. Amai smeri tranga, veelkleurig. En het heeft mijn interesse getrokken. Zodra ik in Suriname ben, en ook voorheen, zocht ik altijd zo'n plant. Ja. En dan heeft het me gekikt. Dus ik dacht, ik vernoem de stichting naar de bloem. En zo is het begonnen. Maar als u zo met die stichting opereert in Nederland, je de bakra probleem. Ja, want dan heb ik jammer genoeg een babroom kiesrevi. Maar op een of andere manier raken we al bekend, met hoor, min of lei. Maar met de uitspraak. Pardon? Met de uitspraak heeft u ze wat moeite. Ik versta u heel slecht. Met de uitspraak van de naam geeft u ze wat moeite. Ja, inderdaad. De een zegt kree. En eerlijk gezegd, zelfs mijn kondre manjo. Wat probleem. Spreken het wel eens fout uit. Ik dacht, nee, het is kree, kree. Ja. jullie helpen heel veel kinderen hier. Worden die in kaart gebracht? Hoe vindt de selectie plaats? Kunt u dit herhalen? Jullie helpen heel veel kinderen hier aan schoolpakketten. Hoe vindt de selectie plaats om hulp te bieden? Ja, kijk, ik heb een gabber daar. Mm-hmm. Die ken ik al vanaf kinds af. En als ik niet in Suriname ben, dan gaat hij ze brengen. Ze gingen onder andere de schoolspullen, onder andere kleding. Schoeisel gingen naar het Lotjeshuis. Oh, oké. En Tietielschool. En andere scholen. En ook in Kommerwijnen. Hier en daar zijn ze terechtgekomen. En ik ben nu alweer bezig met de dozen te vullen, zoals ik aangaf. Ja. Oké. En huizencampagne ook. Dus, en zo hebben we er bijna iedereen die in de wijde omtrek te vinden zijn voorzien van de spullen. Ik heb ook vorig jaar zelf sportshirts gegeven aan een inheemse meisjes. Oh. Onder andere Vergitanera. Uh-huh. Drie van de inheemse dorpen hebben wij dus voorzien van sponsors. En nu zijn we op zoek naar schoeisel onder andere. Uh-huh. En zo komen we aan onze dingen, aan onze spullen. Oké. Henk Helbron,
we hadden het niet erover. Welke buurt bent u opgegroeid in uw kinderjaren hier in Suriname? Ik ben in Krippi, de nieuwe Charlesburgweg. Daar ben ik geboren en getogen. Ja. Is in de buurt van de Amsoystraat, in de Rijnenweg zelf. Ja. Dus, en het is een multiculturele buurt, hè. En zo ben ik opgevoed. Mm-hmm. Okay. Heb je nog contact met vrienden van toen? Ja, jawel. Een heel flink aantal. En ik heb zelfs op Facebook, want dat is een goed medium, heb ik een creepygroep opgericht. Oh, okay. Oh, interessant. Ja, dus we blijven in contact met elkaar en je weet hoe dat ding werkt, hè? Ja. Je vergeet je roots nooit, never. Okay. En ook de jongens waarmee ik ben opgegroeid en heb gevoetbald daar in Sjutikrippie. Ja, oké. Nou, dan weet je de Orutori. Ja, zeker weten. Ook de vriendinnen hoor, heb ik nog steeds. Oké. Okay. Moeilijk boy. En ik was een moeilijk boy, Ik hoor u heel slecht, want de muziek is ook op de achtergrond, hè? Ja. Nee, nog wat. Je bent ook kwijt om Henk. Pardon? Je bent ook kwijt, vroeger. Zat kwijt, hoe ben je? Kwai, nou, wat kwai zou bij Abina gevoer Awara, je kan even voeren. In Awara Bussi is de meest besproken plek. Daar had je een paar honderd van die Awara bomen. De slijm go, is weet ook, tik de Awara snel, gevoer man ja. Dat ben de kwai zou niet voeren. En Amoro bigi kwai wang, ben de go swing in Skropolo talk. Oh, weet je wat Skropolo is? Tegenwoordig noemen ze het Ringweg. Ja, Dat nou een kwaai, want eigenlijk mocht dat niet, omdat het gevaarlijk was. Mm-hmm. Zeer diep. Er zijn een paar jeugdvrienden van me daar verdronken. Mm-hmm. Dus dat ben ik denk kwaai. Af en toe in fetti toe is dat niet ook. Want dat was een vrij postig gaat trouwen. Op Sukuyanga trouwen. Dan moest je optreden. Maar dan ben je gewelddadig saneren. Mm-hmm. Ja. U was er vorig jaar, als u zo de buurt ziet, is er heel veel veranderd? Ja, zeker man, zeker. Ik kon wel huilen, jongen. Ik kon wel huilen, zeker. Ja, okay. Ja, er is heel veel achteruit gegaan. Mm. Door de jaren heen is er veel geruineerd, vernietigd en weinig gedaan aan wederopbouw en voortzetting van vooral de historische panden. En dus dat heeft mij wel een beetje bezig gehouden. Ook wat tranen gekost hoor. Want je kan je niet voorstellen dat een land binnen een paar jaar zo achteruit gaat. Mm-hmm. Wanneer bent u weer in Suriname? Dus, ik kom dit jaar zeker. Ik had er al willen zijn, maar zoals ik aangaf, de voorbereidingen naar 1 juli toe zijn zo intensief dat ik niet weg kan gaan. En ik wacht, maar ik hoop in september, oktober daar te zijn en ik kom jullie wel zeker opzoeken hoor. Oké, 1 juli, het event, hoe zal het zo een beetje eruit zien? Het zal er zo uitzien dat wij sowieso beginnen we een goede opening met de burgemeester onder andere. Mm-hmm. Een paar van die hoogwaardigheidsbekleders in Alkmaar. En dan muziek, bazuinkoor, een eerbiedig woord laten doen naar onze voorouders toe. Ja. En dan gaat het feest losbarsten. Mm-hmm. Dan hebben we muziek, we hebben een paar bandjes ingehuurd. Er komen kraampjes en je weet waar er feest is, moet er gegeten worden. Ja. Dus het wordt gezellig, dat kan ik je nu al beloven. Mm-hmm. Komt er ook een speciaal optreden of iets echt waar die 1 juli sfeer en het thema zelf wordt geaccentueerd? Ja, en we hebben dan een sowieso in gedachten een kotomissie, dat soort dans willen wij erbij hebben. En echt refererend aan vroeger, aan de senioren voor ons. En verschillende soorten eten, cultuur onder andere. Mm-hmm. En er komt hoogstwaarschijnlijk een dame uit Saramaka, een Saramakaanse. Mm-hmm. En die gaat ook dus de specifieke gerechten serveren. Oké.
Dus en ook natuurlijk een, hoe noem je het, een plengoffer. Mm-hmm. Dus aan al dat soort dingen wordt gedacht. Oké. De burgemeester die zal er ook zijn, zei u? Ja. Ja, dat is de bedoeling. Ja, gaat hij excuses aanbieden? Want Amsterdam heeft het al gedaan. Rutte laatst. Ja, dat is ook de bedoeling. Ja, is de bedoeling, ja. Ja. En natuurlijk, men hoeft niet neerbuigend te zijn, maar men kan ook wel op de een of andere manier het vertellen. Dat soort dingen. Oké. Goed. Dat is de vraag. Wat doet u voor de rest van de dag nog? Straks eten? Ik ben nog steeds nieuwsgierig naar het Surinaamse nieuws. Heb ik nog niet gelezen straks. Ja. Want net wat ik zei, Milo Basranang. En ik ga dat nieuws nog lezen. Dan ga ik gaan we eten. Mm-hmm. Dan gaan we een beetje televisie kijken. En dan zien we het morgen weer, joh. Okay. Morgen is een nieuwe dag. Ja, en morgen ga ik mijn radioprogramma doen. Okay. Dus zo zal ik dan bezig zijn. Ja, heeft u zich al voorbereid op het programma van morgen? Ja hoor, ik heb mijn muziek klaar liggen. Ik heb het al gedaan. Oké. Okay. Wat mogen we verwachten? Ik ben ready daarvoor. Wat mogen we verwachten? Hoor? Pardon? Wat mogen we verwachten? Wat is allemaal op de playlist morgen? Ik heb morgen we beginnen we met de soulmuziek. Mm. Daar zijn een aantal mensen gek op, soulmuziek. Dan bouw ik het op naar een beetje bachata, salsa. Mm. En dan gaan we naar reggae. Dan gaan we naar sowieso Sranapoku erbij. En zo gaan we lekker verder. Ik heb ook een Hindustans nummer klaar liggen, twee zelfs. En misschien meer, het ligt eraan. Dus ik ben goed voorbereid. Oké. Nou, misschien als u zich dan permanent vestigt in Suriname, dat u hier bijvoorbeeld wachten op middernacht of een van die andere programma's kan komen doen. Ja, dat wil ik wel hoor in de toekomst. Maar misschien mag ik een keertje meedraaien als ik op vakantie ben. Ja, dat mag. Zou dat mogen? Ja, dat moet geen probleem zijn. Dat zou moet kunnen. Oh, dat wil ik graag hoor, want dan kan ik me vanuit Suriname ook laten horen. Absoluut. Goed. En nog een vraag had ik. Ja. Als jullie een leuke muziek hebben voor mij, vooral de mooie Surinaamse, vooral van de jongeren, trouwens van iedereen hoor. Ja. Dan zou ik het heel erg op prijs stellen als jullie mij die ook konden opsturen. Okay. Dan vertegenwoordig ik jullie ook weer. Dan kan ik Biggie Juno toch. Maar dit komt van de boys van SRS. Oké, dat zal de directeur met u opnemen. Ja, graag man. Ik stel het op prijs hoor. Want dan kan ik jullie ook meer bekend laten. Bekend zijn jullie al hoor. Bekender dan ik zelf. Maar ik help een handje mee, contact is hoor. Nee, dat waarderen we. Goed, tot slot mag u de groeten doen. En als u nog wat wilt delen, dan heeft u de gelegenheid. Jazeker. Ten eerste hier aan tante Tine, mijn vrouw, en alle familieleden, alle vrienden, iedereen die nu luistert, ook de Stranamans in Stranang in Holland, Wispe Unde, mijn beste groetjes, mijn lieve groetjes, en degene in Suriname die het nu moeilijk hebben, ik wens jullie sterkte toe en hebben jullie geduld, mee breti, misa hoop, dat asa komboom. En het komt zeker goed, dat weten jullie ook. Thank you, Henk Heilbron. Dank je voor het interview en we spreken elkaar gauw. Yes, you're welcome en heb een fijne dag. Dank u wel en succes met jullie programma verder. Thank you. Abou Oké, groetjes. Oké, tamboom, bye bye. Doei. En dat was Henk Heilbron die wij vandaag te gast hadden in Surinamers overal. Wil je hem weer beluisteren, dan kan dat op onze YouTube-channel. Met de complimenten van GoTo en Telesuur. GoTo Premium Diesel, geschikt voor alle